In deze uitzending van het programma Uit een Oude Klomp, verzorgd door de historische vereniging Soest-Soesterberg in samenwerking met Eemland TV, gaan we bijna 75 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 1960, toen er een uitgebreide film werd gemaakt over het leven in Soesterberg. Uit deze film is een selectie gemaakt van impressies bij 4 Soesterbergse bedrijven. We krijgen een inkijkje bij schildersbedrijf Stemeding, die aan de Luitenant Koppelaan was gevestigd, schoenmaker Van Loon, die zijn bedrijf had aan de Generaal Winkelmanstraat, autoplaatswerkbedrijf firma De Haan aan de Oude Tempelaan. Maar we starten eerst bij Bakker Tammer aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Daar krijgen we vele aspecten van het bedrijf te zien. Het bakken van het brood, maar ook de verkoop in de winkel en met de bakfiets langs de deuren. Thank you.